सुख संपदाम मम शत्रु विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। ओम हिरण्यवर्णाम हरिणीं सुवर्ण रजत स्रजाम चंद्राम हिरण्मयी। Met Diwali vieren we ook, zoals u net heeft kunnen meemaken, de terugkeer van Sri Ram en Sita Mata, die na 14 jaren in ballingschap terugkeerden naar Ayodhya, nadat hij en zijn leger het duistere daar hadden verdreven en er daarmee een verlicht tijdperk voor Ayodhya aanbrak. En zo gaan wij in ons land Suriname nu ook naar een nieuw verlicht tijdperk. Een tijdperk van voorspoed, een tijdperk van rijkdom, een beter Suriname voor alle Surinamers, voor alle burgers. De rij van lichtjes symboliseert ook de gedachte van verbondenheid binnen de samenleving. Verbondenheid met elkaar. Dat we elkaar ondersteunen, met name in tijden waarin grote delen van de samenleving het niet makkelijk hebben. Getroffen door armoede, getroffen door COVID en ook de financiële crisis. Daar is de plicht om onze medemensen te helpen en bij te staan. In het bijzonder de armen en de zwakkeren in de samenleving. Wanneer het Diwali is, wordt ons huis, onze omgeving schoongemaakt om de Lakshmi Ma te verwelkomen. Laten we niet alleen ons huis, maar ook ons geliefd Suriname extra schoonmaken en onderhouden. Niet alleen fysiek schoon, maar ook moreel schoon, integer en rechtschapen, zodat Lakshmi Ma zich elke dag welkom kan voelen bij ons voor welzijn en welvaart in ons land. Dat is de natie waar wij allen naartoe willen gaan. Laten we in eenheid ons land reinigen van kwaad en duisternis en gezamenlijk verlichten naar meer wijsheid en geluk. Midden van deze COVID-pandemie beseffen we meer dan ooit hoe belangrijk gezondheid is. En dat we extra aandacht eraan moeten besteden. In dit kader zullen wij vandaag met ons allen 108 dia's aansteken en samen bidden voor Suriname. We gaan bidden voor ons land en we vragen Godin Lakshmi om ons land uit de crisis te halen en zodat ons land gauw coronavrij wordt. Om Jai Jagadish Hare, Swami Jai Jagadish Hare.
samen bidden voor Suriname. Bidden voor iedereen in het regeercentrum die belast zijn met het managen van deze pandemie. Voor een ieder in de zorgverlening die hun leven op het spel zetten en anderen, om anderen te helpen. Bidden voor onze ouders en kinderen in het algemeen. Voor elke wereldburger, maar in het bijzonder voor elke Surinamer. Ook bidden wij voor de kracht en sterk voor degenen die iemand hebben verloren, op welke gezondheidsreden dan ook. Mogen Lakshmi Mata ons allen zegenen met een goede gezondheid, de grootste immateriële rijkdom van een mensenleven. Laten we met z'n allen het licht aansteken en daarmee een nieuw tijdperk, een nieuw begin voor Suriname verwelkomen. En dat hebben we net gesymboliseerd. En dat is nog steeds gaande met de kaart van Suriname, wat verlicht wordt. En dat is allemaal wat wij gezamenlijk moeten streven. Namelijk een nieuw begin voor Suriname, waarin verlichting is voor alle Surinamers.